Eindhoven staat er ook goed voor in de tweede periode. En heeft de laatste 4 wedstrijden gewonnen. Is al 7 wedstrijden ongeslagen. Maar het begint met een wat geïmproviseerde opstelling aan de wedstrijd uit bij Os. Met in de spits deze Dave de Meij. Die ook de eerste kans krijgt. Kurt van der Zanden scoorde vorig seizoen hier de winnende. Scoorde ook thuis tegen Os, maar is er niet bij. En ook Joey Slegers ontbreekt. Dat scheelt toch 22 treffers. Maar dan hebben ze altijd wel iemand anders bij FC Eindhoven. Zoals deze aanvoerder, Maouna Amafor. Knappe goal van de centrale verdediger die hier wel heel makkelijk uit de dekking loopt bij Lammers. En van dichtbij Norbert Alblas kansloos laat. Dan een vrije trap voor Eindhoven met Raj. Ook zo'n man die een kans krijgt in de basis vandaag. En opnieuw een kopbal van Amafor. Topos doet het ook niet slecht de laatste week. Is opgeklommen naar de middenmoot. Na 3 overwinningen op rij. Het verloor vorige week bij Emmen. Hij is thuis ook al 5 wedstrijden ongeslagen. Bob Peters is ook goed bezig. Maar moet hier zien dat Eindhoven weer een kansje creëert. Het schot, het dwarrelt wat van het doel af van Matthias Verret. De thuisploeg dan. Halverwege de eerste helft. Thean niet. Afvallende bal gaat naar de rechterkant. Daar staat Geuze. En die schiet van afstand, maar ja, die bal gaat recht in de handen van Nigel Bertrams. Bob Peters was maandag toeschouwer bij Eindhoven Excelsior. Zag hoe Eindhoven in no time op 3-0 stond. En uiteindelijk met 4-1 won van Excelsior. Nu staat Eindhoven opnieuw voor met 1-0, maar komt hier Top Os. Bal wordt weggewerkt, allemaal voor. Niemand kijkt naar die bal, maar die gaat dan niet over de lijn. Die blijft daar liggen via de cornervlag. Wordt opgepikt door Lelindal. Die staat voor het eerst in de basis. Margarita heeft een goede voorzet in huis. En wat is Kai Thean dan een klassenspits, zeg. Van dichtbij met de omhaal scoort hij op schitterende wijze. Naar wij dachten, de 1-1. En niemand let echt op bij Eindhoven. En dan gaat die aanval verder. En met een man in de rug krijgt Thean die bal toch nog in het doel. Dat is een hele knappe goal. Van de straatvoetballer uit Amsterdam-West. Het inspireert Ops tot meer met opnieuw Dien Geuze. Hij was er een paar weken uit. Nu weer in de basis rechts op het middenveld bij Top Os. Dat in de tweede helft beter en beter wordt. En op zoek is naar misschien wel gerechtigheid, namelijk een 2-1 voorsprong. Ploeg van deze man, Rob Penders, wat in de verdrukking nu. En dat terwijl ze in de laatste 4 wedstrijden maar liefst 12 keer scoorden en maar 1 tegentreffer hoefde te incasseren. Daar is Thean weer. Staat nu dus al op 11. En er gaan er nog genoeg bij komen dit seizoen. Een van de verrassingen in de keukenkampioen-divisie. Hier weer aan de bal, Kai Thean. Maar hier loopt hij zich vast. Overname met Ogenia. Daar is Dalhaus. Hier aan de bal. Jasper Dalhaus zoekt dan een afspeelmogelijkheid. Ogenia geeft hem terug aan Jasper Dalhaus. Die kan zomaar doorlopen. En wat maakt hij het fraai af dan, zeg. Wat een heerlijke goal van FC Eindhoven. Iets tegen de verhouding in. Maar daarom niet minder fraai. Dalhaus met Justin Ogenia. En dan scoort Dalhaus, Jasper Dalhaus, een prachtige treffer. En staat Eindhoven op voorsprong. Os dringt aan. Ruimte aan de andere kant bij Vermeulen. Briem. Krijgt die bal terug in de combinatie. En dan is dit een wat late tackle weer van Jan Lammers. Het is niet zijn wedstrijd vandaag. Want hier veroorzaakt hij een strafschop, de centrale verdediger van Top Os. Ogenia, belangrijk als invaller. Ook hier in de combinatie namelijk. En Briem, de Canadees, neemt dan zelf de strafschop. Maar die wordt prima gepakt, zegt de Norbert Alblas. En ook de rebound met Vermeulen gaat er dan niet in. Er gebeurt er genoeg hier in het Franse stadion. En laat Briem de kans liggen om Eindhoven definitief aan de overwinning te helpen. Want nu volgt er nog een slotoffensief van de thuisploeg met Bertrams die deze bal loslaat. En dan komt er ook nog een hoekschop. Er is nog hoop voor Bob Peters. Maar dan moet deze hoekschop er wel in eigenlijk. En dat gebeurt uiteindelijk via Enzingi hier niet. En dus wint Eindhoven voor de 5e keer op rij. En dat doet het dus ook zonder Van der Zanden en zonder Joey Slegers.